Het nieuwe jaar is net begonnen en het oude werk is klaar en af. Het is tijd voor nieuwe wegen, nieuwe ideeën, nieuwe invalshoeken. Misschien moet ik ook wel met nieuwe vormen, met nieuwe materialen, met nieuwe media gaan werken. Ik weet het nog niet. Ik voel wel dat ik het schilderen even met rust moet laten en dat ik iets nieuws moet gaan doen. Ik moet mezelf leegmaken, gaan bewegen. Vorige week heb ik een high-end videocamera gekocht. Iedereen doet tegenwoordig wat met filmen voor het video. Ik denk erover om een installatie te gaan maken, het video. En ik denk dat na al dat abstracte geschilder ik er wel aan toe ben om eens een keer iets conceptueels uit te proberen. Ik ga zo dadelijk met de camera de stad in. Ik ga zonder enig plan op zoek naar lukrake aanknopingspunten. Naar ideeën, naar verhalen, naar gebouwen, naar mensen. Ik heb geen enkel idee. Mijn gedachten zijn nog onbepaald en alles is nog mogelijk. Gisteravond heb ik een vriend gebeld, Erik, en hij gaat de camera bedienen. We zien het als een soort open experiment, zonder begin, tussenstuk of einde. En we zien wel waar het ertoe leidt. Ergens hoop ik in Den Haag verborgen bakens te ontdekken. Misschien liggen er achter de werkelijkheid van de stad onzichtbare tekens verscholen. Ik weet het. Werkelijkheid is zo saai, zo lijkt het. Er is weinig opvallends te zien. De mensen zijn grijs, de gebouwen zijn grijs. Alles is ordentelijk, alsof niemand ook maar iets aan het toeval wil overlaten. Wat wil ik? Ik wil het toeval uitdagen, maar het laat zich niet zien. Misschien kijk ik niet goed, maar misschien is het er wat niet. City love crushed you to a pulp. I trusted you.
We zijn al de hele dag op pad en we hebben nog niks gevonden. We lopen nu door de Schilderswijk. Maar wat heb ik hier te zoeken? Er ligt een hoop rotzooi op straat. Allemaal goedkope nieuwbouw. Junks, politie, haarschaaiers. En ligt hier dan misschien een onbekende werkelijkheid verscholen? Betwijfel het. Overal gegokt, dag en nacht. Alles onder hand bereid. Er is video, er is seks, drugs, drank, rock'n'roll, gokkasten. Ik snap niet dat die gasten geld in peren, kersen en meloenen stoppen. Ik ga gewoon even naar binnen, ik ga het gewoon even vragen. En het lijkt me het beste als jij gewoon even hier buiten wacht. Dan ga ik even naar binnen. Ik heb een Aal Meijer inderdaad en ja, ik ben gewoon hartstikke lief voor me. Dus, even mijn hand. Ik heb een keuze, als ik nou 3 keer Alibaba zeg. Alibaba, Alibaba, Alibaba! En soms dat begint je opeens te geven. Ja, dus het is hard bijgelopen. Nou, ja, het is misschien wel bijgelopen. Ja. Hey, maar zie, ik sta hier aan de overkant van de cameraman van mij. Zou je er bezwaar tegen als hij even binnen wel een paar opnames kon maken? Nou, dat komt er goed uit. Want ik moet even een knaakje wissen. Ja. Ik ben er bijna doorheen. Ja, zeer prima. Oh, ik zei al van de partij Alibaba. Ik heb 180 punten. Het is net alsof het, nou, alsof het gewoon door die camera komt. Ja, hoezo denk je dat? Nou, jullie kwamen net binnen en toen viel hij. Jullie keken alleen niet, maar hij viel net op dat moment. En ik had Alibaba gezegd. En als ik Alibaba zeg, altijd big bingo. Ja, nee, maar gaat hij echt leuk. Misschien kun je even inzoomen. Misschien gaat hij wel nog harder lopen. Kijk, huppatee. Het gaat meteen lopen. Het gaat meteen lopen. We gaan helemaal voor de big time. Hartstikke idee. Nou, volgens mij. Ja. Je weet het gewoon niet. Niemand weet dat. Je weet nooit of opeens die barren gaan vallen. Het lot, toeval en geluk. Die geluk wil hebben zal moeten betalen. Het is blijkbaar een werkelijkheid om je lot te laten bepalen door de statistiek of door het mysterie van getallen. Maar zijn er werkelijk verborgen reeks getallen die een geheim verbergen? We zijn op veel plaatsen geweest, veel dingen gezien, details opgemerkt. We hebben nog geen enkel verband ontdekt. Het leidde voor ons nog allemaal tot niks. En ach, waar gaat het allemaal over? Bleek het spoor niet al lang bijster. De volgende dag was de stad toegedekt onder een dikke laag sneeuw. En we gingen weer op zoek. Random. Zonder doel.
is dat? Ben jij van de televisie? Moet de televisie, ja, gauw zijn. In de televisie. Wie is dat? Nee, ik ben hier een filmpje aan het maken. Ik pak het schaal van mezelf. Filmpje. Je hebt een beeld al gefilmd. Heb je dat al gefilmd? Heb je dat al op de film staan? Wat belt? Op de bank dat. Nekkie eraf. Weg, dood. Nee, is weg. Nekkie eraf. Zijn je leven pispok gemaakt voor het kut kankervonkje. Geloof ik, is die predestinatie, weet ik veel, zoiets. Nekkie eraf. Blok, hup, eraf. Allemaal dood. Twee dingen is in je leven wat je zegt. Je hebt mijn moeder en je gaat dood. Ik ga ook dood. Ga een crematorium kloppen. Al mijn kleren ga ik zo uitlopen, zo die vampijpen binnen. Dan branden nou ook de band op mijn nek. Spring die vijver in. Zullen we eens kijken. Hij doet, wat doet hij nou? Doe je eigenlijk nog niks? Hé, een neus. Beeld. Barneveld. Predestinatie. Allemaal geloofskustig voor bestemd. Gewoon vloep, weg. Hij is weg. Hier, hij is ook dood. Ook een beeld. Ik heb nooit gebeld. Ik ga ook dood, maar ik heb nooit gebeld. Hebben ze onderhoofd? Onderhoofd. Nekje eraf. Als je dat is. Ja, dat is volgens mij, dat is Johan de Wit. Die is daar toch gelinched. 17e deel. Gelinched. David Lynch. Lynch aan elkaar getrokken door een peupel hier zo. Allemaal trekken aan die ledemaat. Vlees op bloed. Pot. David Lynch. Weet je waarom? Had ruzie met de koning. Die van die grote paleizen daar. Weet je, in zijn koningshuis. Dikste marmer is niet goed genoeg voor die gasten. Maar ik zeg niks. Voor mij hoort ze niks. Niks. Niks niet. Ik zeg niks. Waarom zegt u dan niet? Ja, hou. Pas een beetje op. Zag je jouw nekje er ook af. Loopt die camera nog? Dit is een beeld van Johan de Wit. Er staat hier dat hij op 20 januari 1672 hier met zijn broer Cornelis is vermoord. En dan ligt hier ook een gedenksteen waarop staat dat een Aleid van Poelgeest in 1432 hier is omgebracht. Zet die naam u af? Aleid van... Hij doet ermee. Bek houden. Nekkie eraf. Gelijk. Weg bij ze. Executeren. Maar zegt u dat Aleid van Poelgeest? Ik ken een geest. Ik kan niet van geest. Steen zegt dan niks. Daar. Duimsteen gelegen. Duimsteen gelegen. Gedenksteen van Johan de Wit gelinst. Aan elkaar getrokken. Gedenksteen. Jullie historicus. Wat je weet, hè? Hè? Is niet weg. Gestolen. Ze hebben ze hergeconstructureerd. Leuk koffieshopping, dinosaurus keutels langs de weg, stoeprand eruit, steen weg. Begrijp je wel? Met de steen is. Alibaba. Heb je de steen gehuurd? Onder ons is de Haagse caféhandels die neergekomen. Illegale veilingjes. Alles. Maat van mij. Uit je muil, zigeuner! Jij ook, Mikkel en Nelis. Maat van mij heb je steen gekocht. Arie, van de druif. Wil je die steen hebben, moet je Arie praten. Kun je gewoon kopen. Je zou weglopen met die steen. Als je mijn briefjes neerlegt. Flappies. Geld. Geld heb je alles. Always must
We hebben daarna nog uren door de stad gelopen, tevergeefs. 'S Avonds zijn we naar het café gegaan en hier kwam ik toevallig in contact met een schilder die ook gefascineerd is door de moordaanslag op de Witte. Reinhard heet hij. De volgende dag zijn we naar zijn atelier gegaan. Misschien zijn we nu iets op het spoor gekomen. Een van de dingen die me altijd heeft bezighouden is de vreedheden, de oorlogen. Die mensen door alle tijden begaan en elkaar aandoen. Of dat nou in de Trojaanse oorlog is, of dat nou in de Tweede Wereldoorlog is, kruistochten, nu in Rwanda of in God mag weten wat voor Russische staten. Door alle tijden heen, gebruik van alle middelen die ze kunnen verzinnen, altijd maar elkaar die ellende aandoen. Dat is wel iets wat me op een rare manier fascineert. In mijn werk soms. Ja, het begon eigenlijk als kind. Toen ik in het Rijksmuseum in Amsterdam een schilderij van gezien. Oud 17e-eeuwse schilderij waar ze vermoord ondersteboven hingen. En wat heel veel indruk heeft gemaakt ook als kind is op een schoolreisje naar Den Haag van de Gevangen Poort. En daar kan binnen rondlopen en rondleiding krijgen. Afschuwelijke folterwerktuigen, martelkelders, afgrijzelijke verhalen erbij. Wat je als kind natuurlijk op de een of andere manier toch ontzettend fascineert. En een van die gruwelijkste verhalen was eigenlijk van de broeders de Wit, die daar dan eerst gevangen hebben gezeten. En op een gegeven moment uitgeleverd aan het volk. Gelinst worden op de plaats, vlak naast de gevangenpoort. En ik kan me ook herinneren, daar heeft een steen gelegen, die ze inmiddels verdwenen is gestolen. Een hele simpele vierkante steen op de plek waar het dan daadwerkelijk gebeurd moet zijn. En dat je je dan die beelden voorstelt van een hele wilde mensenmassa die daar uitzinnig twee mensen op een gruwelijke wijze afstaat te slachten. Dat heeft me zo gefascineerd en zo verwonderd dat ik daar op een gegeven moment dat ben gaan uitwerken. De videotocht heb ik definitief stopgezet. Ik heb besloten om me voorlopig te concentreren op de dood van de Wit en op de steen die op de plaats is verdwenen. Ik zie steeds meer mogelijkheden om de moordpartij zeg maar conceptueel uit te buiten in de installatie. Ik heb naar de gevangen poort gebeld en een afspraak gemaakt met de historicus en amateurarcheoloog Theo van Nieveld voor wat historische achtergrondinformatie. Stel je voor, het is 1672, begin 1672, het rampjaar. Nederland onder aanvoering van Johan de Wit, die dan raadspensionaris is. Iets wat je kunt vergelijken met de minister-president van nu. Hoge functie. Zijn broer Cornelis is burgemeester van Dordrecht. Nederland, wat in oorlog is met Frankrijk onder leiding van Lodewijk XIV, wordt zeer snel onder de voet gelopen. Men is hier een campagne tegen de gebroeders de Wit aan houden. Ik bedoel, iemand moet de Zwarte Piet toegespeeld krijgen. Ja, in dit geval, die pak je dan, de hoogste van Nederland. Dat wordt allemaal zo erg. Zijn broer wordt opgepakt voor hoogverraad. Die wordt hier in de gevangenpoort gefolterd. Hij heeft er genoeg van, biedt zijn ontslag aan. Wordt direct aanvaard. Ja, Cornelis de Wit, die wordt dan wel vrijgesproken. Maar ja, die folteringen die zijn niet mals in die tijd. Die zit er een beetje... Ja, bij te komen. Hij moet wachten tot hij dat geld bij elkaar heeft om de proceskosten te betalen. Iets wat in die tijd normaal was. Hoe je wel of niet vrijgesproken, dat moest betaald worden. Ja, die zit daarbij te komen. Die wil dat zijn broer langskomt. Dus Johan de Wit die wordt ontboden. En dat gaan we zo in de ridderzaal even bekijken. Dat is op 20 januari 1672. Laten we daar nu even naartoe lopen. We zijn hier in de ridderkamer, 's ochtends. Ja, Cornelis is wat aan het bijkomen. Buiten loopt het volk al wat, ja, wat op. Het is wat rumoerig buiten. Er is inmiddels een pamflet verschenen met erop de volgende regels.
Lucifer roept uit de hel, wanneer de wit daar komen zal. De burgers roepen uit Den Haag, wacht hem t'avond in uw maag. Nou, u begrijpt het, alles belooft niet veel goed. Johan de Wit is inmiddels onderweg hier naartoe, betaalt beneden de proceskosten en treft hier zo zijn broer aan, die er niet best aan toe is. Ze besluiten om nog wat te eten, er wordt wat uit de Bijbel gelezen door Johan. En buiten wordt het steeds heftiger onder aanvoering van Tichelaar en Verhoef. En men krijgt toch de kans om hier binnen te dringen. En men wil de broeders de Wit naar buiten trekken. De gebroeders de Wit zijn van de gevangenpoort hier naartoe gesleept. Onder schoppen, joelen en doen. Johan de Wit wordt middels een nekschop om het leven gebracht. Cornelis de Wit wordt totaal onder de voet gelopen, vertrapt gewoon helemaal. Waarna men ze ondersteboven ophangt. De oren worden eraf gesneden. Diverse ingewanden worden daar uitgesneden. Die worden zelfs verkocht aan het volk. Als reliquieën. Ik heb zelfs gehoord dat daar soep van gekookt is. Ze hebben daar van alles mee gedaan. Ja, wat moet ik er verder over zeggen? Het was de grand finale van twee grote staatslieden hier in Nederland. Die volkomen onterecht vermoord zijn. Onder valse voorwenselen. Ja, het was een grote hetze. Dat is wat er gebeurd is. Meer kan ik er niet over vertellen. Van Nieveld belde mij s'avonds nog op. En hij wist nog te vertellen dat er ene meneer Diepens in Den Haag woont die een directe nazaat is van de Wit. Via het telefoonboek kon ik de man snel traceren. En dan wil ik eigenlijk een klein interviewtje met u doen. Nee. Nee, het is zeker niet voor televisie, maar het is voor een persoonlijk kunstproject, maar dat leg ik u dan morgen allemaal wel uit. Ja, laten we dan om 2 uur afspreken bij de plaats. Nee, uit goed. Ja, dan zie ik morgen. Ja, nou, alvast hartelijk bedankt en tot morgen. Goed, dag. Zo, dat was lieve Diepens. U zou natuurlijk verwachten dat ik de Wit heet, maar dat is niet zo. Het is zo dat in 1880 mijn overgrootvader Frederik Diepens trouwde met Johanna de Wit. En zoals het dan in ons Nederlands naamrecht gaat, verlies je de naam van de vrouw, de Wit, en zo heb ik dus uiteindelijk de naam Diepens gekregen. Aanvankelijk wist ik helemaal niet dat ik afstamde van een beroemde voorvader als Johan de Wit, maar zo'n 25 jaar geleden ging ik mij interesseren voor genealogie en toen kwam ik al snel via de kwartieren van Johanna de Wit erachter dat ik afstamde in de 18e eeuw van de beroemde familie de Wit, waaruit ook Johan de Wit en zijn broer Cornelis stammen. En zoals u weet, het is een grof schandaal hier in Den Haag. In het rampjaar 1672 werden Johan de Wit en zijn broer Cornelis hier op de plaats door het Haagse grauw op een gruwelijke wijze om het leven gebracht. En dat is voor mij de reden, in ieder geval voor mijzelf, om hier jaarlijks op 20 januari hun moord te herdenken. En hoe doet u dat dan? Ja, ik tracht dat op een waardige wijze te doen. Meestal plaats ik een klein bloemstuk hier aan de voet van het monument. En herdenk vervolgens door middel van een minuut stilte deze vreselijke moord op mijn beroemde voorvader. En ik vertelde u al, men heeft de organen uit het lichaam van de beide broers verwijderd. En nu is daar aan de overkant op de Carter Vijverberg in het Haagse Historisch Museum een gepekelde tong, stelt u zich voor, en een teen van, of de gepekelde tong van Johan de Wit en een teen van Cornelis de Wit te bezichtigen. Het is net een gruwelkabinet. Het is vreselijk. Het ramptoerisme is niet alleen van deze tijd. Men heeft dat kennelijk al heel lang geleden uitgevonden, zou ik moeten zeggen. Maar ik ga niet kijken, zoals u begrijpt, want ik ben genetisch verwant aan dat materiaal. Het is gewoon gek om over te praten. Ja, het is zwaar tegen. Eerlijk gezegd is het, ja, u begrijpt wel, ik wil op een waardige wijze herdenken. Dus ja, nou als u wilt komen, als ik maar geen last heb van allerlei opdringige camera's en zo, want ik wil gewoon op een waardige wijze mijn beroemde voorvader hier kunnen herdenken.
Maar ik wil eigenlijk alleen maar vooraf of achteraf wat opnames maken. Een soort klein interviewtje doen. Ja, ja, meneer Brakman. Ja, nou goed, ik ga over 2 weken tegen 12 daar aan de overkant naar de firma Alpina, het bloemenmagazijn. Daar haal ik mijn krans op. U kunt komen, maar als u mij voor de rest maar toezegt dat ik dat op een waardige manier kan doen. Van moderne kunst heb ik geen verstand en daar wil ik ook echt niets mee te maken hebben. Ik hoop dat u dat kunt respecteren. We staan hier voor de deur van het HCRK. Dat is de afkorting voor Haag Centrum voor Adynamische Kunst. En het is een nieuwe galerie. En ik heb hier afgesproken met kunstenaar Jaap Gevers. Hij is geloof ik bezig met een of ander multimedia project rondom Haagse beelden en de Haagse openbare ruimte. Ook het beeld van Johan de Wit schijnt er een rol in te spelen. En ik ga binnen aan hem vragen wat hem nou precies beweegt om dat beeld te gebruiken. Ik kan wel wat vertellen. Ik heb 10 verschillende locaties uitgekozen met daarop beelden in Den Haag. Die pak ik in een groot wit doek. En wat de historische waarden achter die beelden zijn, dat interesseert mij helemaal niet. Ik pak een van me in. Ik kom nog ineens uit Den Haag. Ik krijg subsidie van stroom. En that's it. Toevallig hoorde ik van John vanochtend dat daar ook Johan de Wit vermoord was. Maar die Gevers is volgens mij een of andere conceptuele gek. Een soort Haagse Christo. Maar goed, we hebben het opgenomen. Het is niet onopgemerkt gebleven. We gaan nu naar de andere kant van de stad. We pakken een trammetje en dan gaan we naar Café de Druif. Hallo, is er iemand? Arie? Ja, godverdomme. Hallo? Hey. Hallo. Ik moet wel. Ik ben Harry. Ik ga wel waar voor je komt natuurlijk. Ja, ja. Ik heb gestaan met de bel. Ja. En ja, ik heb de stens. Ik heb hem al zien staan. Ja. Nou, wel leuk die steen. Hij ziet wel mooi, ja. Nou, je weet de condities, dus Ja, nee, ik heb geld meegenomen. Het is in een envelopje. Moet je maar even kijken. Maar ik denk dat dat is wel gepast natuurlijk. Dat is allemaal allemaal goed natuurlijk. Nou, en wat ga je ermee doen? Ja, nee, ik ga het gebruiken voor een kunstproject. Daarom nemen we dit ook op. Dat ik de steen ga ophalen, kopen. Ja. Zou ik hem kunnen, kan je hem even oppakken? Nee, ja, kunnen we oppakken, maar ik bedoel, dan mag je toch niks in je klauwen, dus Je kan het zelf ook pakken. Ja? Maar ja. Leuk. Zo. Nou, hij is behoorlijk zwaar. 10. Nou, hij ziet er wel uit hoor. Ja, ja, ik heb van de week nog een amateur archeoloog hier binnen gehad. Ja? Ja, die vond hem eigenlijk op een soort versteende kietelaar van een dinosaurus lijken. Oh. Wel humor eigenlijk natuurlijk. Ja, je weet, een hoop mensen zien daar wat in. En, en dat vond die klant van mij vond dat eigenlijk wel. Maar ik ben blij dat ik hem eigenlijk kwijt ben. Ja, het is historische stenen. Dat is de Goeders de Wit zijn hierop omgebracht, ja. Door Haagse gaaiers, zoals dat heet. Wil je ook eigenlijk, Hugo? Nee, nee. Wil je iets drinken? Ja, een biertje. Oh, dank. Maar hoe ben je aan die steen gekomen eigenlijk? Omdat jij hem. Je hebt hem weer via gekocht? Ja, ik heb hem. Wat zit je nou eigenlijk tegen met de broodzak eigenlijk? Je hebt die steen toch? Ik heb die zend. Ja, nee. Waar zou ik er voor de rest op ingaan? Ja. Ja, goed, het gaat mij ook verder niks aan, maar ik bedoel, hij is toch natuurlijk, hij is toch eigenlijk misschien van de gemeente of iets van gehoord. Ja, maar ik heb dus een week geleden met het stadhuis gebeld.
En ik heb de politie heb ik gebeld en ik heb die het een en ander uitgelegd. Maar ja, ambtenaren zijn ambtenaren en ze zien daar helemaal niks in. Dus als je er problemen mee krijgt, je weet het adres waar je hem gekocht hebt. Ja. En ik ben blij dat ik hem kwijt ben. Ik had ook gedacht dat ik er meer voor kon vangen als wat ik van jou kreeg. Ja. Ja. Ja, het is wel, je weet wel zeker ook dat hij echt is. Ja, volgens mij ben jij zo echt dan. Nee, maar ja, nee, toch over echt. Is even dat geld nakijken. Ik heb meer van die gladiolen meegemaakt. Ik heb er een speciaal geldbrilletje voor aangeschaft. Maar het geld is echt hoor. Ja, ja, ze zijn allemaal echt tegenwoordig. De hele wereld is echt. De wereld is klaar. Ja, dat is echt. Zo, ik ben blij dat ik die steen kwijt ben. Ik heb het geld en ik zat eigenlijk al op je te wachten eigenlijk. Want ik ga dicht als jij weg bent. Ja. Ja. Nou, dat is wel lastig. Nou, eerst proosten. Want ik heb een adresje heb ik gehad. Ja. En dan ga ik met het geld heen. Kluifadresje. Dus, wat voor adresje? Ja, seksueel is dat. Ja. Daar heb jij natuurlijk geen verstand van. Ja, ik jij gaat toch ook wel eens. Jij gaat er ook weer, je hebt ook je behoeftes. Ja, nee, zeker. Ja, nou, dus ik heb een adresje gehad. En, nou, dat is een moeder met twee zoons. En daar ga ik lekker een kwartetje mee maken. Oh. Vanavond. Dus. Dat geld dat jij voor die steen hebt gegeven, dat ga ik dan weer uitgeven, dus ik blijf het in de roulatie. You got a hotel, diamonds, torpedo. You do like a car out here. Mijn ideeën voor een installatie beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zeker nu ik ook de steen heb. Na het bezoek bij Arie ben ik naar Anna Larsson gegaan. Ze is een tamelijk bekende kunstcritica en een vakmatige kennis van me. Ze heeft ooit eens in een catalogus zeer vriendelijke woorden over mijn werk geschreven. Ik ga met haar praten over de mogelijkheden om de nu verzamelde gegevens verder om te vormen naar een installatie. Ze heeft een goed gevoel om ergens dingen uit te trekken, om iets verder op een spoor te zetten. Hopelijk kan ik bij haar mijn idee voor een installatie definitief afronden. Een installatie is natuurlijk niks nieuws, maar ik denk dat er in deze tijd een grote belangstelling onder kunstenaars is om over de beperking van het schilderen na te denken en om over de beperking van de lijst heen te willen stappen. Een kunstenaar heeft momenteel zo'n potentieel aan nieuwe media tot zijn beschikking om zich uit te drukken. Dat ik het bijna vanzelfsprekend vind dat hij met objecten, film, video, computers, noem maar op, aan de gang gaat. Om daarmee dan dus een artistiek statement te maken. Ja, in installatie kan heel veel gebeuren, er is veel te zien. De toeschouwer, die natuurlijk tegenwoordig gewend is om via veel beelden in de te zetten, die kan op die manier zijn kunstbeleving van installatie zo zijn eigen kijkvolgorde bepalen en zijn eigen betrekkingslagen aanbrengen. Dat maakt de installatie interessant. Medium. Play. As time goes by. Well, I can't remember de meest interessante installaties leveren vaak een grote vloed aan afzonderlijke beelden op. En die voor het oog van de toeschouwer gaan die met elkaar interfereren, op elkaar inwerken, betekenissen afgeven. En de kijker bepaalt tegelijkertijd de wisselende context van het kunstwerk. In een installatie moet de kijker ook prikkelen. Het moet een hier en nu ervaring opleveren. Het is eigenlijk een visuele en intellectuele attractie. Ja. De traditionele moderne kunst is vaak al a priori gemaakt om verstild in het museum te bekijken. Maar een grote groep kunstliefhebbers, en vooral natuurlijk de kunstenaars zelf, die willen daar vanaf, die willen uit die archaïsche ruimte breken. Die zoeken dus naar andere materialen, andere disciplines, andere plekken, andere locaties. Ze gaan de openbare ruimte in om daar direct met de toeschouwers te communiceren. Kunst is niet meer zo rigide autonoom.
Ja, je hebt me verteld over je idee om een installatie over de lynchpartij van de Gebroeders de Wit te maken. Nou, het zijn hele interessante aanknopingspunten voor installatie. Maar ik denk dat je je bedoelingen nog meer moet verhelderen. Ik denk dat je duidelijker vanuit het verhaal, vanuit een scenario moet werken. Je moet het verhaal opbouwen, zo dat de verschillende objecten op onnadrukkelijke wijze je ideeën ondersteunen. Ik heb erover nagedacht en ik heb het volgende idee. Ik kan bijvoorbeeld mensen gelegenheid geven op een of andere manier te laten ervaren hoe het is om gelyncht te worden of onthoofd. In Amerika, weet ik, reisde vroeger een man langs kermis in een namaak elektrische stoel. En voor een paar dollarcent kon de bezoeker in die namaak elektrische stoel plaatsnemen en hij kreeg vervolgens een paar zwakke stroomstootjes tegen je lichaam. Volstrekt ongevaarlijk hoor, maar ontzettend confronterend lijkt mij. Ja, je kan zo uitgegeven misschien opnieuw inpassen in jouw verhaal. Bovendien breng je hiermee ook de lichamelijkheid naar voren. Dat zou een heel punt zijn. Maar in je achterhoofd houden, nog meer lekker naar Peter Greenaway. Wie? Peter Greenaway. Het gesprek met Anna was ruim 3 maanden geleden. In de tussentijd is er veel gebeurd en heb ik hard gewerkt. En het hele concept voor een soort happening-achtige installatie is klaar. En wanneer alles goed gaat, gaat het allemaal volgende week zondagavond gebeuren. Eigenlijk. Ik kan niet alles verklappen, maar de stand speelt een belangrijke rol en daar komt voor het publiek een griezelig echte grote fake guillotine te staan. Mensen kunnen hun hoofd onder het schavot leggen, dan is het de bedoeling dat ze hun hoofd niet naar beneden, maar naar boven richten. Zo kunnen ze de vlijmscherpe, zware valbeel aanzien komen. Doodeng, maar het is uiteraard volstrekt ongevaarlijk, omdat het vallende mes al ruimschoots voor het nekkie wordt tegengehouden door een groot houten blok. Het kunstkanaal wil de happening live uitzenden en dat gaat dan ook zo dadelijk gebeuren. Maar voordat we overschakelen naar de plaats, krijgt u nog de herdenking van 20 januari te zien. De dag waarop de heer Diepens zijn bloemetje probeerde te leggen bij het monument van Johan de Wit.